3 doelpunten in de laatste 10 minuten. Een knotsgekke slotfase dus voor FC Dordrecht vrijdagavond tegen VVV Venlo. Door een goal in de laatste seconde gingen de bezoekers er met de overwinning vandoor. Maar trainer Michele Santoni had het na afloop slechts over één man, de arbiter Kevin Puts. De scheidsrechter heeft gewoon een wedstrijd die misschien meer de verdiende gelijkspel gewoon verpest. Maar je wil zeggen, het was geen terechte rode kaart? Het was rode kaart voor allebei. En ik vind als jij een rode kaart uitdeelt en een andere geef je geel, ja, dan vraag ik me af waarom geef je geel. Je kan slaande beweging is altijd rood. Er is geen eentje is in je gezicht is rood en eentje is niet in je gezicht is geel. Je kan ook zeggen als je allebei gaat worstelen, dan moet de oudste van de twee de slimste zijn en lekker zijn handen ervan aftrekken. Ja, maar dat zegt een supporter op de tribune die lekker warm is en die niet op het veld te strijden is om een overwinning binnen te halen. Dat vind ik allemaal bullshit en clichés. Het is gewoon een duel en een jongen van 5-5 die slaat als eerste in. De reactie van Twan is niet goed te spreken, maar allebei slaan. En het grootste probleem is dat als de scheidsrechter de eerste beweging niet ziet en hij geeft alleen rood aan Twan en geen geel, dan kan ik nog zeggen de scheidsrechter heeft het niet gezien. Maar als je geel gaat geven, betekent dat je iets hebt gezien. En volgens mij zit geen geel op het reglement voor slaande beweging. En eerlijk gezegd vind ik ook heel jammer om over dit te praten. Weet je? Nu gaat het alleen over de scheidsrechter. Hij is gewoon matig. We hebben hem 3 keer gehad, 3 keer heeft hij matig gefloten. Ik moet gewoon leren accepteren dat in de KKD krijg je gewoon matige scheidsrechters. Dordrecht aanvoerder Twan van Huizen kreeg de rode kaart na ongeveer 80 minuten. Toen een soort knuffelpartij uitmondde in het slaan van een tegenstander. En toen werd hij dus van het veld gestuurd. Middenvelder Jari Schuurman vindt echter dat de ploeg vooral naar zichzelf moet kijken. Ja, dat als je die 1-1 maakt in de, wat is het, 93e minuut of zo, dat je dan nog in de 94e minuut weer de 1-2 onderdoor krijgt, ja, dat is heel kut. Is het FC Dordt ergens te verwijten dat het dan nu toch zo laat eigenlijk weer misgaat? Ja, ik denk wel dat we die tweede goal gewoon niet goed verdedigen. De rechterzon misten we man, zeg maar. Tuurlijk, je hebt een man minder, maar dat hoeft niet achterin het geval te zijn. Dus ik denk dat we daar nog even naar moeten kijken. Aanvallend, is het dan ja, ook daar nog net iets te wisselvallig? Ja, ik heb het net ook al een paar keer aangegeven in interviews. Ik denk dat wij de eerste 50, 60 meter goed zijn. Dat we goed onder druk kunnen vandaan voetballen, maar dat we dan wat stootkracht missen en wat diepte. En daar zijn we hard mee aan het werk, maar dat is niet 1, 2, 3 gebeurd. En we hebben natuurlijk Aliou laten gaan die wel echt diepte had. We hebben daar zeker kwaliteit voor terug, alleen andere type spelers, dus dan moeten anderen het doen. Door de nederlaag blijft FC Dordrecht halverwege het rechte rijtje in de keukenkampioendivisie steken. En gaan de punten dus mee naar het carnaval vierende Venlo. In Breda wordt ook carnaval gevierd en toevallig is NAC Breda komende vrijdag de volgende tegenstander van de Schapenkoppen.